In deze Renault Live aflevering ga ik langs bij Birgit. Zij is een van de winnaressen van de FIFA 400 Awards met haar idee Babs Oppasservice. Ik kan niet wachten om bij haar langs te gaan. Nou, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Kun jij iets meer over jezelf vertellen en wat jij zoal doet? Ja, zeker. Ik ben Birgit en ik ben de oprichter van Babs Oppasservice. En wat is Babs Oppasservice precies? Nou, wij zijn een oppasservice die echt alles uit handen neemt bij de families. Hoe is dat idee ontstaan? Als 14-jarige was ik zelf heel veel aan het oppassen in een hele kinderrijke gemeente. En ik merkte dat ik toch wel heel veel aanvragen kreeg. Ik moest de ene avond bij de ene familie zijn en dan bij dezelfde avond ook bij een andere familie. Dat werd gewoon net iets te veel voor mezelf. Toen zijn we samen met vriendinnetjes eigenlijk een soort pool gestart. Om toch alle families te kunnen helpen. En samen hebben we dat eigenlijk opgezet om zoveel mogelijk op te passen voor iedereen. Ja, ik neem aan dat je op een gegeven moment dan gaat studeren. Heb je dat idee van Babs Oppasservice altijd in je achterhoofd gehouden? Ja, zeker. Ja, ik had het tijdens de middelbare schoolperiode is het dan gestart. Toen ben ik gaan studeren inderdaad. En toen heb ik voornamelijk tijdens mijn studie heel veel projecten gericht op het bedrijf gedaan. Dus eigenlijk alles wat ik kon pakken om het bedrijf groter te maken of te professionaliseren, kon ik tijdens mijn studie dus ook toepassen. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het nu echt wel een bedrijf is geworden in plaats van iets ernaast. Hebben jouw ouders je daarmee geholpen? Ik bedoel, is dit ondernemen in jullie bloed? Ja, zeker. Nou, mijn ouders die zijn zelf ook ondernemers, dus ik heb het echt al vanuit huis meegekregen. Je komt thuis, je hebt het er eventjes over van joh, wat kunnen we nou beter doen? Om net dat proces wat te vergemakkelijken en het te professionaliseren. Nou ben jij een van de winnaressen van de FIFA 400 Awards. Dat houdt eigenlijk in dat je misschien wel de meest inspirerende en ambitieuze vrouw van Nederland bent. Hoe is het om zo'n prijs te winnen? Het is echt ontzettend gaaf geweest. Het heeft zo ontzettend veel gebracht. Maar niet alleen de aandacht, maar ook je praat met heel veel mensen. Dus je kijkt ook echt naar je businessplan. De service zelf die stond, dat de basis die is goed. Maar echt naar de zakelijke markt, dat puntje, daar hebben we heel erg op gezeten. Dus hoe kunnen we dit nou gaan aanpakken eigenlijk? Zo, daar hebben ze me onwijs mee geholpen, ja. Wat maakt Babs Oppasservice nou zo anders dan andere oppasservices? Dus wij kijken heel erg naar welke persoon zit nou eigenlijk achter de familie? Wat vinden zij belangrijk? Wie hebben wij als oppassers? En op die manier dus echt aan elkaar linken. Dus echt het persoonlijke vlak, dat is voor ons heel belangrijk. En dat zullen we ook altijd behouden en bewaren. En dat maakt ons wel echt anders dan de rest. Even een gekke vraag tussendoor. Maar waar staat Babs precies voor? Ja, Babs, dat is eigenlijk verkort het woordje babysitting, maar dan in elkaar geklapt. Het is zo simpel. Het kan zo simpel zijn. Zou je me nog iets meer kunnen vertellen over wat jullie zoal doen? Ja, tuurlijk. Goed. En wat waren nou de mooiste momenten? Nou, vorig jaar zijn wij gestart met regiomanagers die dus de oppasservice in hun eigen regio gaan uitbreiden. En natuurlijk afgelopen jaar de FIFA 400, dat heeft ook ontzettend veel gebracht. Ja, dat begrijp ik. Hoe zie jij de toekomst? Wij zijn op dit moment bezig met een nieuwe zakelijke service, dus voor bedrijven. Dat als werknemers daarvan de kinderen last minute thuis moeten blijven, er is bijvoorbeeld een staking op school, dat wij binnen 2 uur een oppas kunnen krijgen bij die familie. En dat dus de ouders gewoon naar hun werk kunnen. Nou, ik moet zeggen dat ik wel echt overdonderd ben door jouw positiviteit, je energie. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Dankjewel. Nou, wat een inspirerend verhaal van Birgit. Als ik zo haar toekomstplannen hoor, denk ik ook dat het bedrijfsleven heel erg blij mag zijn met haar idee. Ben je benieuwd waar we de volgende keer naartoe gaan? Vergeet je dan niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Renault TV. En like deze video. Tot kijk!